Vandaag ben ik aanwezig bij het Rode Kruis. En vandaag staat er een heel belangrijk thema op de agenda. En dat is diversiteit. Ik ben heel benieuwd wat de mensen van het Rode Kruis van diversiteit vinden en wat dat voor hun is. Daarnaast staat er een heel mooie plus op de agenda. Wat is jouw plus en wat is de plus van je collega? Ik ben benieuwd. Ik ben lekker aan het eten, dus ik ga hem toch even aan je geven. Alsjeblieft. Dankjewel. Ga ik deze nu geven? Oh ja. Ja, mag je die even vasthouden? Lekker, die is voor jou. Wat leuk. Hey, jij hebt ook wat stickers opgeplakt gekregen, hè? Ja, een paar, maar het zit niet goed, want met mijn stof kan ik het... Ik heb in totaal 5 gehad. Hey, je hebt nog geen plus opgeplakt gekregen. Heb je er wel één uit mogen delen? Ja, want die zit op mijn jas en mijn jas hangt op de kapstok. Van wie heb je die gekregen? Van Faiza. En waarom heeft ze die aan jou gegeven? Ja, waarschijnlijk omdat ik dingen goed doe. Van een van de organisatoren hier bij binnenkomst al. Ik heb eentje die ik zelf heel leuk vond. Vanmorgen een mevrouw geholpen die in een rolstoel zat. En die zegt, ik wil jou de sticker geven. Want ik heb haar gewezen naar de wc. Ik heb koffie voor haar gehaald. Dus ze vond dat ik het verdiend had. Hey, diversiteit staat vandaag op het agenda. Hoog ook. Wat betekent diversiteit voor jou? Ja, inclusie. Iedereen overal bij betrekken en samenwerken. En ja, vooral geen onderscheid maken. Iedereen is mooi op zijn of haar manier. En iedereen, ongeacht achtergrond of wat kwaliteiten zijn. Ja, dat is voor mij diversiteit. Ik vind dat iedereen mooi is op zijn of haar manier. Iedereen die een goede bijdrage levert, ja, die moet je gewoon respecteren. Wat betekent diversiteit voor jou? Diversiteit betekent vooral rijkdom. Dat je samen meer bent dan jij alleen. Hè, en dat kan alle vormen aannemen. Dat is jong, oud. Dat heeft alle kleurtjes. Dat heeft alle achtergronden. Alle kennisniveaus. Juist die samenwerking. Dat maakt het Rode Kruis zo interessant. En zo multi-inzetbaar. Ik ga jou deze plus even geven. Eet smakelijk trouwens. Ja. Wat betekent diversiteit voor jou? Het betekent eigenlijk gewoon integriteit. Het betekent dat iedere organisatie die zichzelf serieus neemt en die in de maatschappij een verschil wil maken, die moet ook het perspectief van iedereen eigenlijk in zich opnemen. En dan ben je een diverse organisatie. Cool. Dankjewel voor je tijd, man. Eén wordt geboren in een wijk. Ik zeg even Bleiswijk. Ik kom zelf uit Bleiswijk. Dat is een beetje een boerendorpje. Is prima. Gaat goed. De andere wordt geboren in het Kanaleiland in Utrecht. Ja? In Bleiswijk is het veel normaler om... laten we... Het is 6 uur, jongens. Laten we met z'n allen aan tafel gaan zitten. Gaan we eten. Ja, maar papa, ik heb het zo druk en ik moet dit. Ik heb vrienden. Nee. 6 uur eten we samen. Punt. In Kanaleiland wordt er om 6 uur geroepen, we gaan eten. En dan eet de een wel en de ander niet. En die ander gaat naar buiten. Die gaat buiten eten. Of de ander eet nog even niet. En die gaat s'avonds een kostje eten. En de ouders weten geen benul hoe belangrijk het wel niet is om samen met elkaar de dag door te nemen en te eten. Het centrale thema van vandaag, diversiteit. Ja. Wat betekent diversiteit voor jou? Het mooie is eigenlijk wat we ook zeggen, de gebruik maken van de kracht van het verschil. Dus eigenlijk doordat je verschillende meningen hebt en vanuit verschillende perspectieven naar dezelfde werkelijkheid kan kijken, krijg je een andere werkelijkheid. En dat vind ik het mooie. Gedachten, want iedereen heeft zijn eigen gedachten. Vervolgens worden dat woorden en vervolgens zijn dat daden. En als je dat bij elkaar voegt, dan kan je eigenlijk stapelen. En dat vind ik het mooie van diversiteit. Vet, dankjewel. Mooi omschreven. Ik heb wel vertrouwen in, als de manager P&O op deze manier over diversiteit denkt, moet het volgens mij wel goed komen. Oké, laten we het hopen. Want diversiteit doen we uiteindelijk met z'n allen. Hè. Het hangt niet van de managers af. Het hangt niet van de leidinggevende af. Weet je wel, allemaal doen we eraan mee. Dus dat is wel belangrijk. Wat een mooie dag vandaag. Ik ben vandaag lekker aan de slag geweest om mensen te spreken over hun plus. En daarbij enorm ingedoken in wat diversiteit is. En ik ben zo enorm blij om te zien dat het Rode Kruis al zo ver is op het gebied van diversiteit. Dat ze elkaar al enorm waarderen om hun plus.
ik zou zeggen, blijf die mooie stappen maken met die mooie plus. En keep it up.